Klopt het dat er zoveel vrouwen wonen? Ja, man. Oké. Okay. Maar ook veel homo's. Hou jij ook van lange mannen? Ja hoor, ja. Feest in Utrecht. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de stad kampt met een overschot aan vrouwen. Sanne, wat is er precies onderzocht en wat zijn de resultaten? Het blijkt dus dat in Utrecht er 73 mannen zijn op de 100 vrouwen. Dus eigenlijk is er een mannentekort. Hoe zit dat in andere steden dan, vergelijkbare steden? Ja, in andere steden is dat anders. Er is een minder groot verschil. Er zijn bijvoorbeeld 91 mannen op de 100 vrouwen. Nou jongens, gefeliciteerd. Dank jullie wel, waarmee? Jullie moeten een heerlijk leven hebben. Dat zal best kunnen. Ik weet niet waar het nu over gaat. Maar... Nou, uit onderzoek is gebleken dat er een vrouwenoverschot is hier in Utrecht. Zo. Ja joh. Niks van gemerkt. Woon je in Utrecht? Ja. En heb je het laatste nieuws dan gehoord? Het laatste onderzoek dat naar buiten is gekomen? Nee, volgens mij niet. Het schijnt dat het merendeel hier vrouw is. Er is een vrouwenoverschot in jouw stad. Mooi. Ja, ik had gehoord, ja. Ja, misschien zijn vrouwen slimmer dan mannen. Nee, grapje. Ja, dat is een grapje. Dat is niet waar namelijk. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dat is echt niet waar. Kut, nee, sorry. Nee. Jullie komen uit Utrecht? Ja, man. Oké. Okay. Dan ben je wel met de neus in de boter gevallen. Ja, man. Klopt het dat er zoveel vrouwen wonen? Ja, man. Oké. Okay. Maar ook veel homo's. Oké. Okay. Dat stond niet in het onderzoek. Maar dat is wel echt zo. Oké. Okay. En is dit een puntje van kritiek dan richting je stad Utrecht? Nee, dat is sowieso niet. Utrecht heeft sowieso geen kritiek op. Maar het is wel echt zo. Als je in de stad loopt en zo zie je veel homo's. Oké. Okay. En heb je daar dan een probleem mee? Of? Nee, joh, sowieso geen probleem. Maar dat bedoel ik dat er ook een beetje veel mannen zijn, snap je? Okay. Merk jij het een beetje dat hier dus veel meer vrouwen zijn dan mannen? Jazeker. Ja, dan zie je wel meer meisjes dan jongens. Ja, ik weet niet. Ik heb het niet zo heel erg door eigenlijk. Het is wel dat ik altijd dezelfde jongens zie. Dus misschien is dat dan wel gewoon de mensen die we zien, die dat zijn dan misschien de enige. Ja. Heb jij een vriend? Ja. Oh, oké. Okay. Al lang? Ja, ja. Oké, okay. En die heb je hier in Utrecht ontmoet? Nee, die heb ik uit mijn hometown geplukt. Dat zal wel moeten dan. Hier was geen... Geen aanbod? Geen aanbod. Nee. Maar hoe doen vriendinnen van jou dat dan? Hoe zit het hier met het daten? Dat zit denk ik wel goed. Er is een heel klein vijvertje. Ja, maar ik denk dat wat er rondzwemt in die vijver hard zwemt. Oh, dan zwemt er heel veel heel hard, denk ik. Ja, ik denk dat mannen toch wel makkelijk hier van de een naar de ander rondschieten, want het aanbod is toch zo groot. Dus er wordt veel geneukt. Ja, er wordt veel geneukt. Wat voor vrouwen lopen hier dan? Dat weet ik niet, maar Utrecht staat wel bekend om... Veel rare vrouwen. Heb je al een man aan de haak geslagen? Heb je al een vriend? Ik heb geen vriend, nee. Oké. Okay. Dat wordt ook wel moeilijk hier. Het is een kleine vijvertje dan in andere steden. Dat is zeker waar, ja. 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 Wat zoek je dan? In een jongen? Ja. Ik heb wel een type eigenlijk. Vertel. Wil je dat weten? Ja, ja. Lang. Oh. Ja, sorry. Het spijt me. Oké. Okay. Hou jij ook van lange mannen? Lange mannen? Nou, niet alleen lang. Wat? Ik stel hem opnieuw. Hou jij ook van lange mannen? Ja hoor, ja. Moet je zeggen, nee joh, het maakt niet uit, je lengte, zus en zo. Hou jij ook van lange mannen? Nou, lengte maakt niet uit hoor. Kijk, ja. Tik hem aan. Jongens, maak dat duimpje even blauw. Laat even weten in de comments wat jij vindt van het vrouwenoverschot. En abonneer op het kanaal van De Telegraaf. Dat is een beetje wat ik moet zeggen aan het eind van de video. Doei.